We gaan op deze chique locatie de balans van de leefomgeving aanbieden aan minister Schulz. En daar heb ik hele hoge verwachting van. De balans van de leefomgeving is de tweejaarlijkse pijlstok, noemen we dat, voor het kabinet en voor het parlement, maar ook voor de samenleving, waarin we aangeven hoe het met de leefomgeving in Nederland gaat, hoe effectief het beleid is geweest. Dus we geven echt een thermometer richting beleid en politiek. Studentenplanologie is gewoon een beetje geïnteresseerd in het vakgebied, dus daardoor zijn we hierheen gegaan. Ik werk bij het ministerie van Economische Zaken en wij zijn geïnteresseerd in de resultaten van de balans. Van harte welkom bij de Nacht van de Leefomgeving, georganiseerd door het Planbureau voor de Leefomgeving. We gaan vanavond met elkaar het gesprek aan over de balans. We gaan een aantal onderwerpen aanraken, want we hebben veel onderwerpen te bespreken en het doet eigenlijk geen recht wat allemaal in de balans staat. U moet het gewoon echt gewoon gaan lezen, maar we willen u toch een beetje een voorproefje geven. Dames en heren, hoe kan het nou zijn dat de ene deskundige zegt dat het goed gaat met de leefomgeving en de andere zegt dat het niet goed gaat? De balans van de leefomgeving is voor dit jaar een pijlstok waarin we allerlei statistiek naast elkaar zetten. Waarin we soms voorop lopen en soms achteraan. Wij zijn de generatie die als eerste de reële effecten van klimaatverandering ondervindt. En wij zijn de laatste generatie die er wat aan kan doen. Dat is de challenge of a lifetime. De toekomst, dames en heren, is nu. Denk voorbij 2020. Laten we die kans pakken. Als afsluiting van mijn presentatie wil ik graag het eerste exemplaar van de balans van de leefomgeving overhandigen aan de minister Melanie Schulz van Haag. Op de plakken dus. Alsjeblieft. Ik denk dat we te maken krijgen met een enorme trendbreuk in de wijze waarop wij onze leefomgeving gaan vormgeven. Er komt meer persoonlijke vrijheid, meer autonomie, dankzij de technologie, dankzij de apps die we hebben. En ik denk dat de veranderingen heel snel zullen gaan. Heb je straks nog ziekenhuizen nodig als je thuis hele geavanceerde, technologisch hoogwaardige zorg kunt krijgen? Kantoren, die discussie hebben we natuurlijk al langer. Hebben we nou allemaal kantoren nog nodig? Of gaan we op een andere manier werken, veel meer op gezamenlijke plekken die flexibel zijn? De samenleving verandert. Dus het zou kunnen zijn dat er dus een markt begint te ontstaan voor die huur. Zie je daar überhaupt al beweging in komen, in die huurmarkt? Ik zelf ben zoekende naar iets meer zelfstandig of meer ruimte dan alleen een gedeelde kamer. En ik zie daar op dit moment nog weinig beweging in komen. Ik vind de vrijheid inderdaad ook wel heel fijn met huren. Je kan gewoon gaan en staan waar je wil. Als je wil nadenken over hoe de woningvoorraad er over 10, 15 jaar, 20 jaar uit moet zien, dan moet je daar nu al mee beginnen. Dan moet je nu al kijken van, goh, wat heb ik nou over 10, 15 jaar heb ik nodig? Gegeven het feit dat de huishoudens er anders uit gaan zien over 10, 15 jaar dan dat ze er nu uitzien. Meer ouderen, meer 1- en 2-persoonshuishoudens. Dat betekent een enorme verandering ook voor de vraag naar bepaalde type woningen. Ik denk dat de mensen denken die nu nog een hypotheek gaan nemen op een huis en dat vooral doen. Ja. Vooral doen omdat je daar allerlei vermogenswinsten mee gaat boeken. Die zou ik graag willen wijzen op het feit dat over 10, 15 jaar de babyboomers gaan uitstromen uit de woningmarkt. Zij komen te overlijden. En vergeet u niet, het is een grote generatie. Het is een grote naoorlogse generatie. En ze zijn overwegend kopers. Dus er gaan nog veel koopwoningen ook vrijkomen op de markt. Dan hebben we de volgende vraag voor u. Wat is de belangrijkste waarde van natuur in Nederland voor u? En de tijd gaat nu in. Wat leuk, een plek voor dieren en planten. Die had ik niet verwacht. En natuurlijk, kapitaal is een begrip wat de afgelopen paar decennia opgang is gaan doen. En waarmee men, de mensen die dat begrip gebruiken, en wij hebben dat overgenomen, proberen te laten zien dat die natuur meer is dan die plantjes en beestjes. Ja. Meer is dan iets waar je heel voorzichtig mee om moet gaan, waar je van af moet blijven, waar je vooral niet aan mag komen. Maar dat we ook gewoon nut hebben van die natuur. Wij zien ook dat heel veel jongeren steeds meer behoefte hebben om te weten wat ze eten, waar het vandaan komt. En je zegt net dat stadslandbouw niet de wereld voedt. Daar kunnen we het over hebben. Maar ik denk dat het voornamelijk ook als functie heeft om te laten zien waar het eten inderdaad vandaan komt. En dat heel veel mensen dat weer willen weten. Klimaatverandering is super lastig.
Gabriel Metcalf is directeur van Spur, een onderzoeksinstituut in San Francisco, waar ik mee samenwerk. Die zegt dat het ongeveer het meest ingewikkelde is, want het is zo langzaam. Sandy liet die kwetsbaarheden en afhankelijkheden van de regio keihard zien in our face. We wisten meteen hoe lastig het was. Maar het creëerde ook een momentum. Dames en heren, het is een eer voor mij om te mogen spreken voor het Planbureau voor de Leefomgeving. En ik moet eerlijk zeggen, ik kende de organisatie niet. Ik had er nog nooit van gehoord. Het gaat om schetsen wat er gaat gebeuren. En dat, dames en heren, is om twee redenen verheugend. Kijk, schetsen is altijd goed. Ja, het is maar schetsen. De slotzin van de inleiding luidt: de toekomst is nu. Uitroepteken. En dat klinkt prachtig. En ik begrijp de symboliek. Maar het is niet waar. Dames en heren. Ik ga het u uitleggen ook. Nu is nu. Ja. En de toekomst die komt nog. Ik vond het zeer informatief. Alleen een kritische noot van, maar wat gaan we nu doen? Wat ik vooral heel knap vind is dat we deze manier van presenteren, een onderwerp wat toch heel weinig mensen wellicht aanspreekt, zo enorm hip en swingend gebracht wordt. Daar heb ik heel veel bewondering voor. Mijn mening is niet zozeer veranderd. Dit geeft wel weer stof om over na te denken. En ik had wel een slag extra verwacht, omdat heel veel thema's al wel aan het spelen zijn. Ik had niet echt een uitgesproken verwachting. Ik was gewoon benieuwd. En ik vind het heel erg leuk dat nu alles bij elkaar wordt gebracht en dat er ook even verder wordt gekeken. Ik vond het een geweldige, dynamische avond.